Goedemiddag iedereen en hartelijk welkom bij dit webinar rond merken. Merken, de motor voor een succesvolle marketing. Ik heb vandaag twee gastsprekers ter beschikking. Eerst en vooral Lidie-Anne, die naast mij zit. Lidie-Anne Jesuit, die merkengemachtigde is bij Kirkpatrick en daar ook verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur. En straks komt Bruno van der Schoot, accountmanager bij het Beneluxbureau voor Intellectuele Eigendom, aan de beurt. Zo, Lidie-Anne, ik begrijp dat je vandaag hier niet aanwezig bent in naam van Kirkpatrick. Nee, vandaag inderdaad, Matthias, vertegenwoordig ik de BMM. En BMM staat voor Benelux Vereniging voor Merken en Modellenrecht. Het is een beroepsvereniging waar juristen gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht lid van zijn. De leden zijn ofwel werkzaam in een kantoor zoals Kirkpatrick, in de advocatuur, op octrooi- of merkenafdelingen van bedrijven en in het universitair onderwijs. Oké. Hebben jullie dan meerdere afdelingen in Vlaanderen of zitten jullie hoofdzakelijk te Brussel? Ons kantoor is alleen in Brussel, maar er zijn natuurlijk een heleboel collega's die ook allemaal lid zijn, die hun eigen kantoor hebben of meerdere gemachtigden in één kantoor. Ja. Okay, we zijn heel breed vertegenwoordigd in de hele Benelux. Oké. Okay. Ja. De vereniging stimuleert en waarborgt de kwaliteit van de beroepsbeoefening. En daardoor bent u dus dan verzekerd van een deskundig advies en begeleiding bij onderzoek, registratie van merken en modellen, bij conflictbehandeling en eigenlijk alle zaken rondom het merken en modellenrecht. Het keurmerk BMM erkent merkengemachtigden is een kwaliteitskeurmerk wat in het leven geroepen is door de BMM. Het keurmerk mag alleen gevoerd worden door de leden die geregistreerd staan in het register erkend merkengemachtigden. Mm-hmm. En om in dat register te mogen komen, moeten we voldoen aan de eisen gesteld in de regeling vakbekwaamheid BMM merkengemachtigden. En daarnaast moeten de leden ook jaarlijks aan de vereisten van permanente opleiding voldoen. Mocht u meer informatie willen over de BMM, dan kunt u naar onze website www.bmm.eu. Dag Bruno. Dag Matthias. Het Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom. Vertel ons, wat houdt dat in? Wel, dat is de enige officiële instantie in de Benelux om een merk of model te registreren. Mm-hmm. U kan bij ons ook ideeën vastleggen door middel van een e-depot. Okay. Het bureau is opgericht in 1971 door de drie Beneluxlanden en is in Den Haag gevestigd, okay, omdat op dat moment Nederland nog geen Benelux-instelling had. Momenteel werken er een honderdtal medewerkers en u moet zich voorstellen, jaarlijks krijgen we tussen de 20.000 à 25.000 nieuwe merken binnen. Oké. Okay. Dat is een heel aantal. Hier ziet u een hele hoop merken. De meeste daarvan kent u wel, denk ik. En eigenlijk begint alles met een naam. Want als u wilt ondernemen, dan moet u natuurlijk een naam hebben. Die handelsnaam, die kan u vastleggen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De domeinnaam, want ja, we zitten allemaal op het internet, die worden beheerd door DNS Belgium. Mm-hmm. En een merknaam kan worden geregistreerd bij het Beneluxbureau voor Intellectuele Eigendom, afgekort BBEE of BOIP. Ja, en is dan iets, bijvoorbeeld een merkenregister, iets waar jij dan ook zelf over beslist of iets goedgekeurd wordt of niet? Of zijn dat dan collega's bij jou die dat doen? Wel, ik heb 15 jaar lang heb ik merken behandeld, okay, maar de laatste 15 jaar ben ik eigenlijk account manager, ben ik verantwoordelijk voor de informatie en promotie van het merkbureau in Vlaanderen. Oké. Okay. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een handelsnaam en een merknaam? Ik ga er even twee punten uitlichten. Mm-hmm. Een handelsnaam, daarvoor heeft men bescherming zonder dat een registratie vereist is. U moet alleen kunnen bewijzen dat hij in het economisch verkeer wordt gebruikt. Een merknaam, dat moet men echt wel registreren als men bescherming wenst. Wat is eigenlijk beschermd? Bij een handelsnaam enkel de naam, een merk. Daarvoor kan men bescherming krijgen, niet alleen voor de naam, maar ook voor een logo, voor kleuren. Zelfs vormen van producten kunnen als merk beschermd worden. Okay. Nu ook zelfs klanken. Mm-hmm. De andere punten
Die kan u rustig eens nalezen na dit webinar. Oké, en die klanken, is dat zeer recent of zit dat eraan te komen? Dat is wel niet zo recent. Men kan bij ons al een klankmerk registreren, moet wel nog worden weergegeven door middel van een notenbalk. Okay. Dus ooit hebben we een klankmerk gehad, had men de noten ingediend van het begintune van Für Elise. Oh. Dus werd zo weergegeven. Bij het Europees Merkenbureau kan men al wel klankmerken registreren door middel van een mp3-bestand. Okay. Dat zou ook moeten kunnen bij ons vanaf medio januari volgend jaar. Okay, mooi. Nu moet je eens nagaan, als je heeft allemaal een handelsnaam, of je die naam gebruikt voor bijvoorbeeld een product of een dienst, in reclameboodschappen, mm-hmm. op bijvoorbeeld een website, of verwerkt in een logo. Als je op één van deze vragen, of op meerdere met ja kan antwoorden, ja, dan gebruikt je handelsnaam ook als merk. Okay. Ja, wat is nu eigenlijk een merk? Volgens de definitie is het een teken waarmee je waren, producten en of diensten onderscheidt van die van je concurrenten. Ja. Het is allemaal begonnen in de Far West. Ja, daar waren toen boeren met heel veel vee, liep allemaal vrij rond. En op den duur ging elke boer zijn eigen vee een brandmerk geven, om het te kunnen onderscheiden van het vee van zijn buren. Vandaar de naam brand of branding. Okay. Tegenwoordig zijn er zelfs mensen die niet meer door een brandmerk, maar bijvoorbeeld door tatoeage, laten zien van welke merken, welke producten zij houden. Ja, mooi zo. We maken dan ook een onderscheid tussen individuele merken. Ja. Bijna 98% van alle merken die worden ingediend zijn individueel. Dat wil zeggen dat de merkeigenaar het zelf gebruikt. Een collectief merk onderscheidt de producten van de leden van een overkoepelende organisatie, de merkhouder, van die van andere partijen en informeert de consument dat de gebruiker van het collectieve merk daartoe gerechtigd is door de merkhouder. In dit geval, men ziet daar erkend ambacht, het is een collectief merk van de FOD-economie. Die kunnen dat uitreiken aan ambachtslui die een bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is collectief. Sinds vorig jaar kan men bij het Europees Merkenbureau, EUIPO, gevestigd in Alicante, ook een garantie- of certificeringsmerk indienen. Okay. En dit is eigenlijk een keurmerk dat een kenmerk van het product of de dienst aangeeft waaraan het moet voldoen door de merkhouder. Okay. In dit geval Verified by Safe Shops. Als u dat merk tegenkomt op een website, wil dat zeggen dat ze voldoen aan alle juridische eisen die worden gevraagd aan webshops. Oké. Okay. En als we dan concreet zouden kijken bijvoorbeeld naar het voorbeeld van Made in Belgium of Handmade in Belgium, waar zou die het best onder passen? Wel, eigenlijk is dat ook meer een garantiemerk. Ja. Maar in het verleden was er nog geen garantiemerk. Dus in de toekomst, merkeigenaren van een collectief merk kunnen bij de vernieuwing van een collectief merk in de Benelux kiezen voor het regime nog van het collectieve merk, okay, of overstappen naar het regime van het garantiemerk. In dit geval denk ik wel dat de FOD zal overstappen naar het regime van het garantiemerk. Okay. Een ander voorbeeld van een garantiemerk is bijvoorbeeld de Fairtrade. Dat is ook een garantiemerk. Ja. Maar ja, een merk is eigenlijk meer dan hetgeen de wet zegt. Een merk, ja, dat roept emoties, associaties op. Bestaat eigenlijk in het hoofd van uw klanten. U moet maar eens rondom u kijken. Bijvoorbeeld de bril die wij dragen, dat zegt al eigenlijk heel veel over ons. Of de kleding die we aan hebben. Zeker. De wagen waarmee we rijden, dat zegt veel over een persoon. Dus eigenlijk kan men stellen dat een goed merk echt een themapark is. En we raden ook altijd aan, als men aan een nieuw merk denkt, ga ook na of het publiek, uw afnemers, het merk ook gaan leuk vinden. Niet alleen u moet het leuk vinden, moet ook aanslaan bij uw publiek. Ja. Ja, waarom? Het is inderdaad zo, we weten nu wat een merk is, wat we ermee kunnen doen. Wat kan bijvoorbeeld ook de meerwaarde zijn om samen met een commercieel merkenbureau een merk in te dienen? Waarom zouden we dit doen?
Ja, er zijn heel veel redenen eigenlijk waarom het verstandig, nuttig en zinvol is om een merk te registreren. Okay. We zullen in vogelvlucht een paar redenen behandelen. Allereerst, heel belangrijk, registratie van een merk geeft het exclusieve recht om dat merk in het economisch verkeer, in het gebied waar het beschermd is, te gebruiken. Voorts is het een immateriële activa. En een registratie heeft een economische waarde, die dus ook van invloed kan zijn op de waarde van de onderneming. Ja. Onderzoek in Nederland overigens heeft uitgewezen dat geregistreerde merken op grote schaal worden ingezet om innovatie te verzilveren. Naast merkenrechten, naast modelrechten, naast octrooirechten. Maar merk heel duidelijk ook die functie daarin. En helpen jullie dan ook bij het bepalen van dat intellectueel kapitaal van die onderneming? Ja, dat is een van onze rollen ook, inderdaad. Okay. Ja, absoluut. Ja. Eigenlijk zei Bruno het net ook al, het is relatief goedkoop om een merkregistratie te bekomen, maar het vervult een heleboel hele belangrijke functies. Het vertegenwoordigt goodwill. Het heeft een reclamefunctie, het schept vaak een vertrouwensband met het publiek. Het heeft vaak een garantie- en kwaliteitsfunctie in het economisch verkeer. En natuurlijk het onderscheidingsteken ten opzichte van andere ondernemingen, zoals in de wet ook is vastgelegd. Een heel, heel interessant element, althans vinden wij vanuit de professie, is dat een merkrecht is forever. Ja. Mits de gebruiksregels in acht genomen worden, is het merkrecht het enige intellectueel eigendomsrecht dat echt voor eeuwig is. Okay. Omdat het merkrecht een exclusief recht tot gebruik geeft, betekent dat dus ook dat het het recht geeft om het gebruik door anderen te verbieden. De merkhouder kan derden verbieden om zijn merk of een overeenstemmend merk in het economisch verkeer te gebruiken voor identieke of soortgelijke producten of diensten. Okay. Het is zelfs zo dat als het een bekend merk betreft, dat de merkhouder kan optreden tegen ongelijksoortige producten of diensten. Bijvoorbeeld de merkhouder van het merk Jeep voor auto's heeft kunnen optreden tegen het gebruik van het merk Jeep voor kleding. Okay. Dus dat is een bredere bescherming. Ja. Ontstaat het auteursrecht op bijvoorbeeld een logo door creatie, met het probleem hoe toon je aan wanneer je het gecreëerd hebt. De registratie van het logo als merk geeft een onomstotelijke datum waarop het recht is ingegaan. Omdat het alleen de merkhouder het merk in het economisch verkeer mag gebruiken, kan een merkhouder dus ook het gebruik verbieden van zijn merk op sociale media, op e-commerce, als AdWord, et cetera. Oké. Okay. Zou ik even terugkeren op het voorbeeld van daarnet? Jeep, je gaf daarnet aan, het kan zowel bij kledij hebben ze kunnen weerhouden. Dat doet mij denken aan het voorbeeld van Lotus. Je hebt de koekjes, je hebt de wagen, een heel gelijkaardig voorbeeld. Waarom is Lotus dan bijvoorbeeld daar er dan niet in geslaagd om bijvoorbeeld de koekjes te weerhouden? Nou, ten eerste is het zo dat je moet als merkhouder maar willen, want het is aan de merkhouder om op te treden. Okay. En als je dus zelf als merkhouder zegt van nou, ik doe het voor auto's en van die koekjes heb ik geen last. Okay. En dan een ander element is natuurlijk dat het ook een bekend merk moet zijn in een grote kring. Dat is niet alleen maar bij autoliefhebbers, het moet dan echt ook heel wijd verspreid zijn. Dat heeft duidelijk ook een belangrijk element. Okay. En dan verder dus op basis van een geregistreerd merk kan je ook optreden tegen identieke of overeenstemmende handelsnamen, domeinnamen, tekeningen. Dus eigenlijk is de bescherming heel breed. Okay. Gaat heel ver. En zoals we zo dadelijk zullen zien met Bruno, kunnen heel veel soorten tekens als merk beschermd worden. Alleen moet je wel altijd duidelijk aangeven voor welk onderscheidingsteken je eigenlijk precies bescherming wil hebben. Oké. Dag Bruno. Ja, we weten nu waarom we het moeten doen, maar hoe kunnen we dit nu doen, een merk aanvragen? Hoe starten we daarmee? Wel, best dat men start met een stappenplan op te stellen. Oké. Ten eerste moet je eens afvragen, wat wil je juist beschermen? Vervolgens, voor welke producten en diensten wilt u dat merk gaan gebruiken? Heel belangrijk is, je moet nagaan of het merk nog vrij is. En ook waar u bescherming wenst. Alleen Benelux of meerdere landen. Okay. En dan kan u tot registratie overgaan. Men kan dus kiezen
voor een zuiver woordmerk, een beeldmerk of een combinatie van woord en beeld. Men kan zelfs de vorm van een product als merk gaan registreren. Okay. Meer bekend in dat colaflesje, of zoals u hier ziet op de slide, die vorm van die ijstaart is ooit als merk gedeponeerd, dus niemand anders mag ijstaart in die vorm op de markt brengen. Nu is het wel zo, met vormmerken moet men wel voorzichtig zijn, want die worden vaak geweigerd, omdat het logisch is dat een bepaald product die vorm heeft. Ja. Stel, u zou een salamiworstje als merk gaan deponeren, wordt geweigerd. Maar stel dat die salami driehoekig zou zijn, dan wordt het aanvaard, omdat dan het publiek het niet herkent als een salami, maar als een merk. Okay. Op die manier. En heeft de vorm van het recente vonnis binnen het Leo en KitKat uitspraak, heeft die vorm daar ook ergens mee te maken? Of was daar een andere ondergrond om dit al dan niet goed te keuren? Die heeft daar ook mee te maken, maar ik geloof dat ze men in beroep gaat. Dus dat is nog geen definitieve uitspraak. Okay. Ja. Merken kunnen ook geweigerd worden als ze worden ingediend, wanneer ze geen onderscheidend vermogen hebben. Bijvoorbeeld de namen Eye Massage of DNM Nutritionist ging over een website met informatie over massagesalons, dierenvoeding. Ja, dat zijn geen onderscheidende namen. Hetzelfde met beschrijvende namen. Bijvoorbeeld een tijdschrift voor boekhouders, zo genaamd. Of M, Mall of the Netherlands, voor winkelcentra in Nederland. Of Schön Beauty Care. Die namen zeggen gewoon wat het product of de dienst doet en dan wordt het geweigerd. Okay. En men moet wel voorzichtig zijn, want als men een merk weigert, dan bent u de kosten kwijt. Ja. Als we dan het voorbeeld van iMassage bekijken ten opzichte van een iPhone, waar is daar dan het verschil? Voor mij is dat eerder subtiel, maar vermoedelijk voor jullie dan helemaal niet. Die iPhone is ooit als merk gedeponeerd, werd toen aanvaard. Waarschijnlijk omdat het toen de eerste naam was om zulk een product te benoemen. Okay. En die naam is nu zo sterk geworden, dat is nu eenmaal een merknaam. Okay. Ook met Google. Want soms kan een merknaam ook een soortnaam worden. Bijvoorbeeld vroeger was linoleum een merknaam. Dat is nu gewoon een productnaam geworden. Ja. Google ook. Men zegt allemaal, we gaan even googelen. Ja. Maar ik zou niet proberen om Google ook als merk te gaan deponeren. Want dan gaan ze optreden. Ja, oké. Dan, u moet ook opletten bij gebruikelijke aanduidingen. Een hoedanigheid, bijvoorbeeld superleuk, superlekker, wordt ook geweigerd. Of ook geografische benamingen. Dat is tegenwoordig meer en meer belangrijk. Okay. Zo, we kennen allemaal de Gerardsbergse matte taart. Wel, in 2007 heeft die als eerste Vlaamse streekproduct het label beschermde geografische aanduiding gekregen van de Europese Commissie. Okay. Zij waren dus de eerste daar in Gerardsbergen. Nu zijn er nog meer gevolgd natuurlijk van die streekproducten. Dan ook, een merk mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Okay. Ooit werd zelfs het hakenkruis als merk gedeponeerd, werd natuurlijk geweigerd. En u mag ook geen gebruik maken van internationale symbolen. Bijvoorbeeld, we kennen allemaal die sterren van Europa, die mag u niet gebruiken. Okay. Ook de helft niet, want dan laat u ook al doorschemeren dat u samenwerkt met de Europese Commissie. Dat is niet het geval. En blijf ook af van bijvoorbeeld nationale vlaggen. Vooral Zwitserland is erg streng bij het gebruik van een Zwitserse vlag. Oké, dus het kan ook geografisch gezien zijn dat ze strenger optreden tegen bepaalde symbolen dan op andere plaatsen. Klopt. Ja. Sommige vlaggen worden meer gebruikt dan andere, omdat ze daar strenger tegen optreden. Dan hebben we hier een polvraag. Welke merken werden geweigerd, denkt u? Het eerste is Coolbear voor kleding. Vervolgens Jeans for Jeans, ook voor kleding. En barbecueface.com voor het organiseren van barbecues. Eén iemand die beweert dat Jeans for Jeans vermoedelijk geweigerd werd. Ik ga ervan uit dat daar waarschijnlijk het beschrijvende geldt. Klopt. Die vier is niet voldoende meer om als onderscheidend element te dienen. Dus vier in plaats van four of four, dat is niet voldoende, wordt geweigerd. Oké.
We hebben nog een andere kijker die beweert dat barbecue feest ook dat het niet onderscheidend is. Wordt meegegeven als verklaring? Wel, daar heeft de deposant geprobeerd om een beschrijvende naam toch aanvaard te krijgen door er een logo aan toe te voegen. Ja. En meestal lukt dat. Alleen in dit geval was er een klein probleem. Want hij ging er als logo een barbecue bijvoegen. Dus eigenlijk gaat dat logo nog eens een beschrijvend karakter van de naam versterken. Okay. Had hij er nu als logo bijvoorbeeld een boom bijgevoegd of een fiets, hadden we het aanvaard. Maar geen barbecue. Dus wees voorzichtig met logo's bij beschrijvende namen bij te voegen. Dus daar moeten we echt mee oppassen. Okay. Heeft het misschien ook te maken met het feit dat de barbecue die ze gebruiken een afbeelding is van een bekend merk? Ik denk dan aan een soort Weber barbecue. Zou dat er ook mee kunnen te maken hebben? Nee, wij kijken... Mogen ze? Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Okay. Had de barbecue nou heel gestileerd geweest, dan hadden we het wel aanvaard gehad. Okay. Dus heel gestileerde beschrijvende afbeeldingen, zo gezegd, kunnen wel aanvaard worden. Maar hier blijkt duidelijk uit dat het om een barbecue gaat, met weinig inspiratie weergegeven, dus blijft geweigerd. Oké. Okay. Ik heb nog een vraag die binnenkomt ook. Dus de vraag is dan, Coolbert zou eventueel wel mogen voor jeans? Coolbert mag voor kleding. Een colbertje hadden we natuurlijk geweigerd. Maar hier heeft een beetje gespeeld met de woorden, met de twee O's. Ja. Is dat ook grappig en is aanvaard. Dan is het ook belangrijk dat u nagaat voor welke producten en diensten u het merk gaat gebruiken. U moet namelijk weten, er zijn 45 klassen van producten en diensten waarvoor een merk kan worden gedeponeerd. Meestal volstaan wel 3 klassen. Dan moet u eens nagaan of het een zuiver woordmerk blijft, of dat u ook een logo er gaat bijvoegen. Want u moet weten, van zodra een merk wordt gedeponeerd, kan men nadien er niets meer aan toevoegen. Men kan er geen klasse meer bijvoegen, ook geen logo meer. Dan moet u terug opnieuw gaan deponeren. U moet ook denken aan de toekomst. Bijvoorbeeld nu is uw merk misschien alleen geldig voor klasse 25 kleding. Maar in de toekomst denkt u misschien ook aan bijvoorbeeld riemen of tasjes. Dat is weer klasse 18. Ja. Dus best om bij het begin ook al klasse 18 erbij te nemen. Okay. Als u zegt, je mag niet klassen toevoegen, je moet opnieuw indienen. Betekent dat dan dat je hetzelfde merk mag indienen, maar uitgebreid met andere klassen dan? Of moet het dan over een wezenlijk ander merk gaan? Nee, het kan gewoon hetzelfde merk zijn. Ja. Nu dient u het in voor kleding. Enkele jaren later komen er bijvoorbeeld tassen bij. Dan moet u het uitbreiden, een nieuw merk, hetzelfde merk, maar dan voor klasse 18. Oké. Dat is duidelijk. Ja, vaak is het wel erg moeilijk om te weten in welke klasse uw product of uw dienst valt. Dan kan u wel hulpmiddelen gebruiken, bijvoorbeeld die TM-clause. Dat is een database van het Europese merkbureau. En daarvan kan men gewoon door middel van trefwoorden zoeken in welke klasse uw product of uw dienst valt. Ja. Of u raadpleegt een merkgemachtigde, die kunt u perfect vertellen in welke klasse het product of dienst zal vallen. Oké. Ik kreeg nog een leuke vraag binnen. Betekent dat dan ook dat iemand jouw merk kan indienen voor een andere klasse? Dat kan, want ja, zoals er is gezegd door u en ook door Lydia, men heeft Lotus voor de koekjes, Lotus ook voor de auto, men heeft ook Ajax als een voetbalploeg, men heeft ook Ajax voor schoonmaakproducten. Ja. Dat kan perfect, alleen moet men wel afblijven van heel bekende merken. Okay. Bijvoorbeeld Coca-Cola, zoals nu ook Google, misschien ook wel Mercedes. Ook al hebben die hun merk niet vastgelegd, bijvoorbeeld in de klasse voor de spijkers, zeg maar iets, dan nog zou ik geen merk, geen Coca-Cola indienen voor spijkers. Okay. Want die merken zijn zo bekend, die kunnen optreden tegen elk ander merk dat hetzelfde is. Okay. Ongeacht de klasse. En hoe kan je als ondernemer inschatten dat je met een sterk merk te maken hebt? Of kunnen daar dan de merkengemachtigden bij helpen om dit in te schatten? Die kunnen daarbij helpen. Plus ja, van bepaalde merken weet men sowieso dat ze heel sterk zijn, dat ze gaan optreden. Ook bijvoorbeeld, diegenen die altijd optreden zijn Walt Disney. Blijf af van al die Walt Disney figuurtjes. En ook Kuifje. Blijf af van Kuifje, want die treden altijd op. Ongeacht waarvoor men Kuifje gaat gebruiken. En dan moet je natuurlijk gaan nakijken of uw merk nog vrij is.
Je moet niet alleen op Google gaan kijken, je moet echt gaan kijken in gespecialiseerde databases, zoals die van ons, van BOIP. Daar vindt u al erg veel. Als u daar een naam intikt, dan krijgt u ja, natuurlijk de Benelux-merken, de Europese merken, want Benelux is ook Europa. En ook internationale merken geldig in Benelux. Bijvoorbeeld een Frans merk kan uitbreiden naar Benelux. Die komen ook uit onze database. Maar men vindt geen zuiver Frans merk. Dat kan u wel vinden in de database van TMView. Ook weer een database geleverd door het Europese merkbureau. En momenteel zijn, ik geloof, 45-tal landen lid van die database. Ook Amerika is erbij. Men kan dus ook Amerikaanse merken vinden door die database te raadplegen. Okay. Dan, ja, het is niet voldoende dat u gewoon het identieke merk nakijkt. Je moet ook gaan zoeken naar sterk gelijkende merken. Ja. Want wij gaan ervan uit, zodra het publiek denkt dat beide merknamen van dezelfde eigenaar komen, is er verwarring, is er eigenlijk inbreuk. Okay. Dus kijk ook naar merken die dicht in de buurt liggen. Zijn al die databanken gratis te raadplegen? Ze zijn allemaal gratis. Okay. En er zijn ook vaak hulpfilmpjes om u te leiden in die database. Okay. Vaak is het niet zo makkelijk om te zoeken. Ja, waar dan ook uitgelegd wordt hoe je precies een merk kan registreren of opzoeken bijvoorbeeld. Klopt, daar zijn ook filmpjes voor om het dat uit te leggen. Okay. Ja. Want zodra een merk wordt gedeponeerd, zowel Benelux of Europees, dan heeft een oude merkeigenaar 2 maanden tijd om tegen het nieuwe merk oppositie in te dienen. Okay. En die oppositie wordt dan in het bureau zelf behandeld, dus bij ons, of bij Europa. Okay. Na die 2 maanden, dan wordt het merk definitief ingeschreven. Ja. Wij raden ook altijd wel aan van, ja, als je een merknaam wilt deponeren, probeer natuurlijk ook dat u de domeinnaam daarvan heeft, eventueel ook de handelsnaam. Ja. Dat is toch wel nuttig. Ja. En als we dan kijken naar de doorlooptijd, bijvoorbeeld, om een merk beschermd te krijgen, hoe lang spreken we daarover dan? Wel, normaal is de doorlooptijd Benelux 2 à 3 maanden. Na 2 à 3 maanden, die 2 maanden zeker, maar men moet wachten. Men kan wel kiezen voor een spoedinschrijving. Mm-hmm. Dan wordt het merk binnen 2 à 3 dagen ingeschreven, maar achteraf kan het nog wel geweigerd worden op basis van bijvoorbeeld het schrijven. Of er kan nog oppositie ingediend worden, maar men heeft al wel een voorlopige inschrijving eigenlijk. Ja. Maar het gewone proces duurt een 2 à 3 maanden, Europees 4 à 6 of langer. Het is wel zo, wij zijn een van de snelste bureaus. Okay. En dan het online indienen kan dus bij ons of bij het Europees merkenbureau. En u moet rekenen op een kostprijs van Benelux €248 voor 3 klassen en Europees €150 ook voor 3 klassen, dan heeft men een unimerk. Het zal €1050 zijn. €1050, sorry. Ja. Oké, geen probleem. Staat duidelijk op de slide. Klopt, ja. Ja, Lydie-Anne, iets wat velen zich afvragen, de toegevoegde waarde van een commercieel merkenbureau. Waarom zouden we samenwerken met jullie bijvoorbeeld? En wat is die toegevoegde waarde? Ja, wel, het is natuurlijk altijd moeilijk om uit te leggen waarom iemand jouw diensten moet gebruiken. Maar ik denk dat we terug moeten gaan naar waarom is ons beroep eigenlijk ontstaan. Mm-hmm. Het beroep is ontstaan omdat er een behoefte aan deskundig advies en begeleiding ontstaan is bij individuen, bij bedrijven. Omdat de hele wereld van intellectuele eigendom zo complex is en verre van geharmoniseerd. Ja. En het beroep is eigenlijk uitgegroeid tot een strategisch partnership, omdat intellectueel eigendomsrecht overal aanwezig is. Ja. Bruno had het net over bril, hè? Ja. Maar denk bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst. Daar moet iets in staan over wie de intellectuele eigendomsrechten krijgt op het werk wat gecreëerd wordt op het moment dat die werknemer of arbeider bezig is in de onderneming. Denk aan het goed brieven van de marketingmanager of van de commerciële dienst. Dat ze in hun enthousiasme geen bedrijfsgeheimen gaan vrijgeven bijvoorbeeld. Dus eigenlijk overal waar je kijkt is intellectueel eigendomsrecht. En vandaar dus dat de partnership zo belangrijk is. Okay. En onze rol is om de intellectuele eigendomsstrategie aan te laten sluiten bij de bedrijfsstrategie. Okay. Rekening houdend met wetswijziging, jurisprudentie, et cetera.
Tot 2014 adviseerden wij klanten dat als ze een logo hadden, wat ze in verschillende kleuren gingen gebruiken, om dat in het zwart-wit te deponeren. Ja. Want dat dekte de lading. Hè? Ja. Dus elke kleur. Maar in 2014 is er dus een verandering opgetreden. Die maakt dat, zeker op Europees niveau, het niet meer zo is dat als je een logo in zwart-wit deponeert, dat dan ook het gebruik in andere kleuren gedekt wordt. Okay. Dus een heel eenvoudig voorbeeld, zou ik maar zeggen. Maar dat moet je wel de jurisprudentie voor in de gaten houden. En je moet wel de wetwijzigingen in de gaten houden. En tendensen in de IE-markt, om het maar zo te zeggen. Daar kunnen jullie dan bij helpen. En dat is ons beroep. Ja. Okay, mooi. Ja. Welke kosten worden daar dan, of welke kosten moet een ondernemer in rekening houden als jullie zouden inschakelen? We hebben daar dat hangt er vanaf. Ja. De meeste werken met een uurtarief. Okay. En dat kan heel erg verschillen. Sommigen werken met forfaits, dus vaste bedragen, om bepaalde activiteiten te doen. Okay. En bijvoorbeeld het onderzoek en het registreren, dat voor een forfaitbedrag gaat. Ja. Natuurlijk binnen de Benelux, omdat we die vereniging hebben, omdat we allemaal collega's zijn van elkaar, zit het allemaal ongeveer in dezelfde lijn. Okay. Maar Het is dus verschillend eigenlijk voor de activiteit, het soort activiteit. Okay. Maar jullie willen waarschijnlijk liever een lange termijn samenwerking opzetten, omdat jullie net die veranderingen en die wetswijzigingen willen opvolgen bij de klanten en daar dan snel op kunnen inspelen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Het idee is echt dat er, ik zou maar zeggen, van de wieg tot het graf van het merk of van de merken of van de portefeuille een samenwerking ontstaat. Okay. Ja. En want onze traditionele activiteit, onderzoeken, adviseren over registreren, over beschikbaarheid, de hele registratieprocedure, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En iedereen kan natuurlijk kijken of een bepaald naam voorkomt. Hè. En je doet een Google en ik zie de naam. Oh, maar voor heel iets anders. Oh, dat is niet erg. Ja. Maar om te kunnen beoordelen of er overeenstemmende merken zijn en in welk rechtsgebied, want inderdaad de uitleg is niet altijd hetzelfde. De ene het ene land of de ene rechter is strenger of het ene merkenbureau is strenger dan het andere. Ja. Daar moet je eigenlijk toch wel heel veel ervaring voor hebben om dat goed te kunnen beoordelen. Dus in die zin hebben we ook daar al een belangrijke rol. Verder is het zo dat we in de Benelux en op Europees niveau en via het internationale systeem onze klanten kunnen helpen. Maar voor zover we in landen komen die niet aangesloten zijn bij een of andere internationale overeenkomst, dan hebben we een netwerk van lokale collega's die ook aan de vereisten voldoen, waar de BMM-gemachtigden aan voldoen. En zo kunnen we dus de hele wereld eigenlijk afdekken en via ons, voor onze klanten, alle registraties verzorgen. Okay. Kunnen jullie ook iets doen aan de doorlooptijd? Bruno gaf daar net door, internationaal 4 à 6 maanden ongeveer. Kunnen jullie Door bepaalde expertise of bepaalde lokale contacten die jullie hebben, die doorlooptijd versnellen voor klanten? Nou, of is die redelijk vast? Let wel, hij is vast, maar wij kunnen wel, doordat we net even een andere beschrijving bijvoorbeeld van de producten doen, zorgen dat zonder kleerscheuren die registratie ook in andere landen geaccepteerd wordt. Okay. Want iets wat in de Benelux kan niet altijd in de andere landen waar de klanten eventueel bescherming zouden willen. Dus door daarop in te spelen, met name in Amerika bijvoorbeeld, is dat altijd een probleem. Die willen altijd een eigen specifieke omschrijving. Als we daar van tevoren al rekening mee houden en weten dus, omdat we dat strategisch partnership hebben met de klant, dat ze in die landen bescherming willen, dan kunnen we daar al bij de basis rekening mee houden. Okay. En in die zin het bespoedigen. Maar er zijn wel vaste regels. En er zijn in sommige landen duurt het 5 jaar voordat je registratiebewijs hebt. Hè? Dus het is in de Benelux extreem goed geregeld. Ja. Maar dat kunnen we niet zeggen dat overal het geval is. Okay, mooi. Maar wat je net ook zei, we bekijken dus regelmatig de portefeuille om te kijken of de IE-strategie nog steeds overeenkomt met de bedrijfsstrategie. Okay. Bewaken van een merk, dat betekent dus dat het in het merk een bepaald systeem komt. En alle nieuw gedeponeerde merken worden daar langs gehaald. En als het identiek of overeenstemmend is, dan wordt dat aan de klant medegedeeld. En dan wordt er gekeken met de klant, gaan we wat doen? Of hoeven we niks te doen? Als we wat gaan doen, wat? Gaan we oppositie doen? Of gaan we contact opnemen? Gaan we een overeenkomst sluiten met de andere partij? Omdat elke situatie is weer anders. Ja, oké.
En dan, ja, bestrijden van namaak, daar helpen wij ook bij. Maar daar gaan we aan het eind van dit webinar nog verder op in. Dus dat zal ik nu eventjes laten rusten. Oké. Dan, omdat een merkrecht dus ook een immateriële activa is, proberen we ook natuurlijk onze klanten te helpen met de optimalisatie van de economische waarde van dat recht. Je kan het in licentie geven tegen betaling, je kan het overdragen. Vaak nadat we mee hebben geholpen om de waarde van het merk vast te stellen, zodat we weten voor hoeveel het merk verkocht kan gaan worden. Ja. Dus zulke soort activiteiten doen wij ook. Hoe doe je dat eigenlijk, de waarde van een merk bepalen? Dat is een heel lastige vraag, ik weet het. Ja. Maar doe je dat door vergelijking? Kijken wat andere merken... Dat ook zeker. Enfin, er zijn verschillende methodes. En eigenlijk wat wij doen is dat we inderdaad... Je hebt 3-4 methodes die je erop loslaat. En dan op een gegeven moment komt daar een grote gemene deler uit, om maar zo te zeggen. Op die manier. En dat is, dat is de waarde. Natuurlijk doen we dat ook vaak met de belastingadviseurs van de klant. Maar ja, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Ja, maar, en daarom moet je kijken wat er speelt in die branche. Oké. Okay. Ja. Ja, Bruno, heel benieuwd. Tips en tricks. Vertel mij, hoe kan ik een goed en sterk merk aanmaken en dienen? Wel, ten eerste, u moet een goede naam kiezen. Ja. De naam moet opvallen in de branche waar je werkzaam bent. Mm-hmm. Dus niet gebruikelijk in die branche. Ja. En het mag ook geen te moeilijke naam zijn, geen te lange naam, want die kunnen de mensen niet zo gemakkelijk onthouden. Okay. Dus denk eraan. Ook van belang is, in welke taal is een merknaam? Welke cultuur, in welk land gaat hij gebruikt worden? Wat betekent hij juist? Zou je bijvoorbeeld een naam in het Pools kunnen kiezen voor hier in België als merknaam te gebruiken? Gaan wij aanvaarden, want Pools is geen officiële taal in de Benelux. Ja. Maar als men het merk zou gaan uitbreiden naar bijvoorbeeld Polen, zou het daar geweigerd kunnen worden omdat die naam iets betekent in het Pools. Ja. Dus wees daar ook voorzichtig mee. Ga altijd na, als u een vreemde naam als merknaam gaat registreren, wat het juist betekent. Ja. Zo heb ik ook een voorbeeld van een Europees merk voor melk, genaamd Soa. Dat lijkt niet zo'n gezonde melk. Nee. Dus die gaan wij al zeker niet kopen. Ja. Ook gebruik niet te vlug jaartallen of trendy woorden. Want ja, die zijn maar een tijdje in de mode. Maar dingen zijn ze ook weer passé. Ja. Denk ook aan de toekomst. Bijvoorbeeld, nu bent u misschien alleen werkzaam in België, maar later ook in andere landen, wat er in de andere landen gaat spelen. Ja. Die Anne heeft dat ook al aangehaald. Op bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen. In het begin is uw merk bijvoorbeeld alleen voor volwassenen, maar later kunnen er ook misschien jeugd of kinderen bij komen. Okay. Denk er allemaal aan. Dus eigenlijk, als je een merknaam gaat creëren, moet men echt aan branding gaan doen. Moet er echt wel goed over nadenken. En het loont de moeite, want tenslotte, een merknaam is in eerste instantie 10 jaar geldig, maar kan oneindig vernieuwd worden. Ja, inderdaad. Merk en namaak. Heel benieuwd. Hoe kunnen jullie daarbij helpen? Ja, nou ja, het is duidelijk dat intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol spelen. Het geeft een monopoliepositie aan bedrijven die de moeite hebben genomen om te innoveren. Die de moeite hebben genomen om creatief bezig te zijn. Okay. Namaak en piraterij vormen daar dus een belangrijke bedreiging voor. Want we zien meer en meer vaak criminele organisaties die grote winsten maken door het namaken van producten en die te verhandelen. Die dus niet hebben hoeven investeren in de ontwikkeling van dat product. Die het gewoon kopiëren en ja, vaak ook heel met slechte materialen kopiëren en dan verhandelen. En de gevolgen zijn niet alleen nefast voor de houder van die intellectuele eigendomsrechten, maar ook voor de maatschappij. Okay. Als je realiseert dat de namaakhandel tussen 5-10% van de wereldhandel inhoudt, dan is dat echt een gigantisch bedrag en element. Hier zien we de waarde van de in België in 2017 in beslag genomen goederen. Maar dat is nog maar een fractie van wat er in België circuleert. Zijn dat dan exacte kopieën? Of zijn dat ook kopieën die er hard genoeg op lijken?
het voorbeeld van Lacoste en Lacosta, of het staartje van de krokodil die soms in de andere richting wijst, moeilijk om aan te tonen telkens. Ja, nou, zelfs dus de echte namaak, waar ze dus echt geprobeerd hebben om het op de goede manier te plaatsen, en het zijn al deze bedragen. Oké, ja. Ja, ja. Dus het verlies aan inkomsten is groot, niet alleen voor de ondernemingen zelf, maar denk ook aan bijvoorbeeld de inkomsten voor de fiscus en de douane. Ja. Want dat volgt niet de officiële wegen. En het wordt wereldwijd geschat op enkele honderden miljarden euro's. Ja, dat is echt heel veel nullen, maar dat is dus wereldwijd echt gigantisch. Okay. Ja. Denk ook aan het banenverlies. Alleen al in de Europese industrie wordt dat geschat op een 100.000. En daarnaast bevordert natuurlijk de namaakindustrie de ontwikkeling van ongecontroleerde arbeidsomstandigheden. Ja. Waar soms mensen in erbarmelijke situaties die namaak moeten produceren. Mm-hmm. Ook de gezondheid en veiligheid komt in het gevaar. Denk aan namaakspeelgoed met giftige verf. Denk aan medicijnen, waar helemaal niks medicinaals en soms zelfs schadelijke stoffen in zitten, waar mensen aan overlijden. Ja. Of denk gewoon aan de ontploffing van een batterij. Ja, inderdaad. Dus ja, namaak en piraterij hebben dus echt een negatief effect op innovatie en investering. Want als de resultaten van die inspanningen die bedrijven doen en de rechten die ze dan verkrijgen niet gewaardeerd of gegarandeerd kunnen worden, dan is dat natuurlijk toch wel een echt probleem. Ja. Dus een kordaat optreden is van groot belang. Ja. Gelukkig heeft de Belgische wetgever in het spoor van internationale en Europese regelgeving verschillende rechtsmiddelen ter beschikking gesteld. En het is uiteraard het beste om te voorkomen dat namaak aan de Belgische grenzen en de Europese grenzen het land binnenkomen. Maar als het dan toch gebeurt, dan kan de Belgische douaneautoriteit optreden. Sorry, voilà. Ja, dat is de volgende slide. Ofwel op eigen verzoek, op eigen initiatief, ofwel op verzoek van de intellectueel eigendomrecht houder. Denk dan aan bijvoorbeeld de havens en de vliegvelden, waar goederen binnenkomen en waar ze de beslag op kunnen leggen. Verder kan de intellectueel eigendomsrecht houder vorderingen zaken namaak indienen, of een snellere vordering tot staking. En als de rechter dan inderdaad dat namaak constateert, dan beveelt hij stopzetting. Ja. Die stopzetting kan ook dus een distributeur betreffen. Dus dan kan je in ieder geval de verdere verhandeling van die namaakproducten laten stoppen. De stopzetting kan ook gepaard gaan met een dwangsom. Dus elke dag dat de inbreukmaker doorgaat met die inbreukmakende handeling, moet hij een bepaald bedrag betalen. En de houder van het recht kan schadevergoeding eisen voor al zijn geleden schade. Oké. Dat zijn allemaal zaken waar jullie dan de klant kunnen bijstaan om stap te ondernemen? Wij kunnen de klant daarbij helpen, maar het zijn meestal natuurlijk advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied. Okay. Die procedures in gang zetten. Maar wij begeleiden vaak onze klanten in die eerste fases van wat moet ik doen, wat kan ik doen en hoe leg ik contacten met, ook met de douane bijvoorbeeld. Daar hebben wij veel contact mee, omdat we dus op die manier ervoor kunnen zorgen dat namaak direct in beslag genomen wordt. Duidelijk. Nu, om het bestaan en de omvang van de namaak te bewijzen en om te voorkomen dat de inbreukmaker gaat lopen en de inbreukmakende producten of de bewijzen daarvan gaat vernietigen, kennen we de procedure beslag in zaken namaak. Mm-hmm. En zonder dat de beweerde namaker verwittigd wordt, gaan experts ter plaatse en beschrijven ze wat ze aantreffen en nemen alles in bewaring. Oké, dan moet je vermoedelijk al een heel sterk vermoeden hebben dat daar iets aan de hand is. Ja. Dan moet je ook aan de rechter natuurlijk al kunnen aantonen dat het echt een serieuze zaak is. Ja. Nu, naar gelang de omstandigheden kan de rechter natuurlijk ook allerlei andere dingen bevelen. Ja. Bijvoorbeeld zeggen van de inbreukmaker moet informatie geven over de herkomst en de distributiekanalen. Ja. Dat is eigenlijk de meest belangrijke, want
als je de distributeur pakt, dan heb je een klein visje. Maar je moet natuurlijk naar die grote vis. Ja. Naar degene die die namaak veroorzaakt, produceert. Ja. Die moeten we proberen te laten stoppen. Klopt. Verder kan een rechter bevelen om de goederen terug te laten roepen. Het publiceren van de beslissing waarin de namaak wordt vastgesteld. Hij kan overgaan tot de veroordeling in de kosten, rechtskosten en advocatenkosten, afdracht van winst, verbeurdverklaring van de goederen en de machines en materialen waarmee de inbreukmakende producten werden gemaakt. En een ander iets wat heel effectief is, is bezwarend beslag op roerende en onroerende goederen. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat het huis, de auto's, de vrachtauto's van de inbreukmaker in beslag genomen worden. Dat de bankrekeningen geblokkeerd worden. Dus dat zijn eigenlijk allemaal zaken die van belang zijn om te weten dat als het fout gaat, dat er een heleboel maatregelen mogelijk zijn om... om op te treden. Het is natuurlijk triest dat het gebeurt, maar zeker. We moeten ons daar toch wel voor wapenen. Ja, met parallel import komen we eigenlijk aan het laatste onderwerp wat we in dit webinar met u wilden bespreken. Mm-hmm. Zoals we gezien hebben, is het dus verboden om een merkproduct na te maken en om namaakproducten te verhandelen. Ja. Maar wat lang niet altijd iedereen weet, is dat het ook onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn om echte merkproducten te importeren. Oké. Echte merkproducten importeren. Dus je denkt van, nou ja, het is een echt product. Ja. Dus ja, die mag ik verhandelen. Maar het is zo dat als men goederen importeert van buiten de economische Europese ruimte, zonder toestemming van de merkhouder, dan pleegt men ongeoorloofde parallel import. Okay. En de economische Europese ruimte bestaat uit de landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dus volgens Benelux en EU-wetgeving is parallel import van merkproducten zonder toestemming van de merkhouder een onrechtmatig handelen. Oké, en waarom hebben ze dit ingevoerd? Heeft dat te maken met het feit dat er importtaxen vermeden kunnen worden op een of andere manier? Het is de bescherming eigenlijk natuurlijk toch een beetje van de markt. Het is een regel die, als je erover nadenkt, misschien wel logisch is, maar die niet iedereen weet. En daarom wouden we eigenlijk nu als laatste onderwerp dit nog even bespreken. Nu, een uitzondering op de regel dat dus de toestemming van de merkhouder moet zijn, is als het merkrecht is uitgeput. En die situatie is er als de goederen met toestemming van de merkhouder al in de economische Europese ruimte zijn gebracht. Dus op het moment dat die merkhouder dat doet in Europa, in een van de 28 landen, dan kan je het vrij verhandelen. Okay. Maar de bewijslast ligt bij de handelaar en niet bij de merkhouder. Okay. En dat kan dus wel eens tot hele vervelende en hele moeilijke situaties leiden. Mm-hmm. Zo komt het voor dat er een handelaar is die bijvoorbeeld een lading merkschoenen in handen krijgt, die al een paar keer verhandeld zijn, al een paar keer doorverkocht zijn. De handelaar is niet goed op de hoogte van de keten voor hem. Of hij is verkeerd, al dan niet bewust ingelicht. Mm-hmm. En dan opeens wordt hij beschuldigd van ongeautoriseerde parallelimport. En ja, er is een voorbeeld van een recent arrest van een hof in Nederland, waar Converse-schoenen, van het merk Converse-schoenen betrof. En die handelaar werd veroordeeld. Hij mocht die schoenen niet meer verkopen. Mm-hmm. Maar daarnaast moest hij 10 euro per verkocht paar als reputatieschade voor Converse afdragen. Hij moest alle schoenen terugroepen. Hij moest degene die het gekocht hadden dus ook vergoeden. Okay. Dus dat was een vrij heftig gevolg kan dat zijn. Ja. En het is dus niet om u bang te maken, maar wel om aan te geven dat ook hier dus weer intellectueel eigendomsrecht een belangrijke rol speelt. Ja. En dus in uw overeenkomsten, distributieovereenkomsten, koop-verkoopovereenkomsten, dat u ook aan dit punt aandacht besteedt. Oké, maar ergens is het ook vreemd dat Converse dan toch die terugroepactie doet,
omdat je op een of andere manier ook als merk ergens ook negatief in beeld gebracht wordt. Want iedereen die die schoen gekocht heeft, die graag ziet, moet die plots terugbrengen. Dus ergens is het, vind ik het een beetje ambigu. Het terugroepen. Maar ze worden er wel voor vergoed, hè, de mensen die dus die krijgen dat wat ze ervoor betaald hebben terug. Ja. Maar het is waar, het gaat heel ver. Ja, het kan heel inderdaad. Ver gaan. Ja. Okay. En je kan dus je afvragen, waarom gaat een merkhouder zo ver? Ja, klopt. Omdat hij dus, ze maakt ook wel beschermen. Okay. Ik denk dat het daar ook wel heel erg mee te maken heeft. Absoluut. Okay. Absoluut. Ja, dit onderwerp, of de laatste twee onderwerpen, zijn misschien breder dan alleen merkrecht. Mm-hmm. Het ging natuurlijk over merkrecht vandaag, essentieel. En ik denk dat we kunnen concluderen wat merken betreft, dat het diamanten zijn. Ja, maar klopt. Dat ze wel scherpe kantjes kennen. Dat is een hele mooie one-liner om af te sluiten. Ik wil graag iedereen bedanken die dit webinar heeft bijgewoond. Ik wens ook iedereen nog een heel fijne namiddag. Mocht u nog meer willen weten, verwijs ik je graag door naar volgende sites, BOIP, BMM en Vlaio. Twee volgende sites, Bescherm Mijn Idee en That's IP, zijn heel interessant om eens door te nemen als je meer algemene vragen hebt rond intellectuele eigendom. En wil je op de hoogte blijven van onze events, raadpleeg dan zeker onze eventskalender op volgend Vlaio-adres. Hartelijk dank.